In 2024 bestaat de fanfare 150 jaar. En vandaag een voorproefje hier bij de oversteek in Liemden. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Wat gaat er zometeen gebeuren hier? Nou, zometeen hebben we een hele mooie promotiestunt voor ons concert. De Jeugdprom in maart. Want in 2024 bestaat de fanfare 150 jaar. En we hebben heel veel leuke dingen op de planning. Waaronder dit mooie concert waar onze jeugd een heel mooi podium krijgt. Ja, en wat gebeurt er vandaag nu? Nou, vandaag hebben we een hele grote promotiestunt. Daar komt DJ Jeff. Dat is een hele bekende TikToker. En hij heeft Vincent meegenomen en Dylan. En samen hebben ze ook een nieuw nummer uitgebracht. En dat komen ze hier ook spelen. En onze jeugd mogen meespelen. Hoe leuk is dit? Ja, het is heel erg leuk. We zijn ook heel erg blij dat we Jeffrey hier zo mogen ontvangen. En we zijn ook heel erg blij met de samenwerking met de harmonie die we hebben al hele lange tijd. Dus we hopen dat we nog hele lange tijd zo voor te kunnen zetten. Yes. Wordt hartstikke leuk. Ja, heel erg. Ja, ja. Even een beetje spannend? Beetje. Wat gaat er zo meteen gebeuren? We gaan spelen. Ja, dat snap ik. Je hebt dat ding niet voor niks in je handen. Ja, klopt. Wat ga je spelen? Verschillende carnavalsliedjes. Heb je er zin in? Ja. Heb je een beetje goed gestudeerd? Ja. Is het een moeilijk liedje? Best wel, soms wel. Nou, succes, doe je best, hè? Ja. Je bent er druk met de voorbereiding? Ja, zeker. Gaat zo beginnen, hè? We gaan zo beginnen, ik heb er echt zin in. Heb je er zin in? Ja, het zijn heel veel kinderen ook. Het is nog meer dan net. We hebben er al twee gehad. Maar dit wordt echt een klapper van de afsluiter, denk ik. Leuk. Wij krijgen een optreden cadeau van de fanfare. En dat is ons eigen orkest, zal ik maar zeggen. Want jullie zijn allemaal lid van de fanfare, maar doen dit ook op school vaker. Hè? En een hele speciale meneer. Meneer Jeffrey. Een heel groot applaus. Vincent, dat jij erbij bent vandaag. Ja, zeker weten. Het is echt heel bijzonder. We hebben een scholentour vandaag hier in Boxtel omgeving, Liemden, met Jeffrey Parmentier. Daar heb ik een liedje voor gemaakt samen met Dylan. En dat heet Hey Parmentier, dat is zijn achternaam. En dat gaat hartstikke goed. Dus wij gaan mee. Dus we helpen elkaar een beetje om de plaat te promoten. Maar ook zeker te promoten dat de kinderen weer lekker aan hun instrument gaan. En jullie zien ze al staan. Deze toppers, ze staan er niet voor niks. Zullen we het eentje samen doen? Gewoon met z'n allen? Maar dan ben ik benieuwd waar de grootste Polonaise van Liemt is. Kom maar op! Beste vrienden, komt hier ben ik weer. Hoppa! Allemaal de Polonaise! Thank you.
super gaaf. En ik vind het ook super speciaal dat hij helemaal naar onze school kwam. Wat vond je nou het leukste? Het allemaal van die liedjes en dat iedereen kon springen en hand zwaaien. Jullie deden goed mee, hè? Ja. En ik vond de Polonaise heel leuk. Goed gedaan, meiden. Dankjewel. Hoe ging het? Nou, volgens mij wel goed. Wat een feest. Ik heb er warm van. Hartstikke leuk. Het is helemaal leuk. Ja, tuurlijk mag je een handtekening. Het is wel superleuk.